Hoi en welkom bij... Oh, wacht even. Even opnieuw. Hallo en welkom bij alweer de 11e aflevering van Gooi het op straat. Vandaag zijn wij in Hilversum en gaan we mensen de gooise vraag stellen van... Hoe ziet jouw ideale leven eruit? We staan hier naast... Monica. Monica, en we stellen haar de gooise vraag. Hoe ziet uw ideale leven eruit? Gelukkig zijn, dat is denk ik wel de grote belangrijke punt. Dat is wel mooi. Ja. En alleen gelukkig zijn of... Nou, dat doe je door middel van leuk werk, denk ik. Leuke collega's, leuke vrienden, goed sociaal leven. En waar werkt u? Is dat al toevallig leuk of... Ik ben net gestopt met werken bij tv. Oh joh, oh, ja. Ook bij de tv? Ja. En waar tv? De crew. De crew, facilitair bedrijf. Oh ja, ja. Ja, en ik ga richting de bouw. Oh joh. Ja. Oh, dan wens ik nog heel veel succes. Dankjewel. En een hele fijne dag nog. Hetzelfde. Doei doei. We staan hier naast Joshua. Met de gooise vraag. Wat was de vraag ook weer? Hoe ziet jouw ideale leven eruit? Heel eerlijk gezegd veel geld. Ja. En ook lekker muziek achterna. Ik doe nog steeds heel veel muziek. Dus hopelijk dat ik daar een beetje groot mee kan worden. Dus. En heb je toevallig muziek? Nee, zelf nog niet. Ik drum nu al 13 jaar. Gitaar speel ik al ook best wel lang. Dus ja, ik hoop uiteindelijk daar wel ergens in door te breken. Maar ja, dat is ook maar one hit wonder dan. Ah, ik heb vertrouwen in je man. Dankjewel man. Top. Nou jongens, ga lekker verder. Ja, Tess hoeft echt geen interview. Jij staat hier toch op camera. Nee. Ja, nee. En wat is je naam? Damien. Damien, oké. Okay. George. George. Oké, okay, we staan hier naast. Damien. En we stellen hem de gooise vraag, hoe ziet jouw ideale leven eruit? Nou, lekker in het zonnetje steentjes leggen op het gemak, in het centrum. Dat is mooi. En je werkt gewoon hier in het centrum? Ja, in het centrum, ja. En verdient het een beetje? Ik zou het aanraden als ik jou was. Ja? Ja, ja. Dan ga ik snel maar even solliciteren. Dat zou ik wel doen. Nou, fijne dagen. Later. Eens. Ja, langs de bagels en beans. Oh, je zit te bellen. Ik dacht even, iemand heeft het tegen mij. Ja, dat was een klein foutje, maar we gaan door. En er is vandaag een overval gepleegd bij... Ik heb wel mensen gaan stil. Zijn er iemand thuis? Zorg. Ja. We staan hier naast Leno. En we stellen hem de gooise vraag, hoe ziet jouw ideale leven eruit? Niet op wacht camera. Even, wacht even, wacht even. Ja, hallo? Ja? Doe dat nou niet, het is helemaal niet grappig. Ja, hallo, we staan hier naast Leno. En we stellen hem de gooise vraag, hoe ziet jouw ideale leven eruit? Mijn ideale leven ziet er gewoon uit. Gezond, fijne vrienden, goede vriendin. Gewoon goed geld verdienen. Goede business met bijvoorbeeld cameraman voor Gooi TV. Ik bedoel, misschien. Misschien. Ja, of acteur. Ja, top. Hartstikke bedankt. Fijne dag nog. Fijne dag. Top. Top. We staan hier naast. Naast Liam. En we stellen hem de gooiste vraag. Hoe ziet jouw ideale leven eruit? Rappers zijnde, artiest zijnde, ja, dat is wel uiteindelijk mijn droomleven, ja. En toevallig ben ik daar nu ook mee bezig met een maatje van me, ja. Echt joh, en heb je toevallig ook muziek op Spotify of iets? Ja, zeker. We hebben inmiddels 4 tunes uitgebracht. En die kan je vinden op TWO0KAY, Tuokai. En ga checken man, want jullie missen echt wat, ja. Doei hoor jongens, fijne dag nog, hè. Laters. Zo, top. Jij wilt geïnterviewd worden? Ja, heel graag. Nou, top, oké. Okay. We staan hier naast... Hamid. Hamid, en we stellen hem de gooise vraag, hoe ziet jouw ideale leven eruit? Leuk, ik woon in Laren. Ja, maar hoe ziet jouw ideale leven... villa. En wat nog meer? Auto, mooie vrouwen. En goed leven. En hoe ziet een goed leven eruit? Dat is de vraag. Mooi. Weet ik veel. Nou, oké. Okay. Fijne dag. Fijne dag. We staan hiernaast. George Gerges. En mijn vraag is aan jou. Wat is jouw ideale leven? Mijn ideale leven is presentator zijn bij Gooi TV. Mm-hmm. 2 hartstikke goede cameramannen hebben. Ik wil even een applausje.
Iemand doet mee, oké. En veel geld verdienen. Veel geld verdienen. En gezond zijn. Gezond zijn. Dat is mooi. Hele fijne dag nog, meneer. U ook. Hé, wat jammer nou. Dit is alweer de laatste aflevering van Gooi het op straat. Jullie horen het goed, de laatste. Vonden jullie nou al deze afleveringen leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En jij er ook voor de televisie? Doe ook even een duimpje omhoog. Als je nog meer van Gooi het op straat wil zien, ga dan naar www.gooitv.nl. Daar kan je TV Magazine zien, daar kan je In derde termijn op zien. Daar kan je alles op zien. En er is nog maar één ding te zeggen. Laters, joejoe. Wat de plek.